dag mensen. We zijn vandaag in Doel voor de 100ste vlog. Dat is vandaag, hè? Weet je dat? Dat is vandaag, ja. Dat is vandaag. En, maar wat is Doel nou eigenlijk? Doel? Het is in België trouwens, hè? Dit is, ja, het is in België. Dit is net linksboven Antwerpen. Het is een ja, bijna verlaten dorpje. Met nog ongeveer 25 bewoners van de oorspronkelijke 1300 die er vroeger waren. Ja. Dit is wel een mooi stukje kunstwerk hier zo. Ja, zeker. Kijk mensen. Een stukje kunstwerk. Nee, ja, maar dan moet je jou niet filmen. Oh ja, dat ding. Hij staat het instrument op volgens mij. Nee, maar Kelly, waarom moesten die mensen hier weg? Nou, ze wouden hier zo'n haven gaan bouwen. De haven wouden ze uit gaan breiden. Maar op een of andere manier is het hem dat nooit geworden. En ja, daarom moesten alle inwoners weg. Ja, dus nu zijn er nog een paar over. En dat zijn de diehards van Doel. Juist. En de rest is verlaten. Zo hoort het eigenlijk, hè? Ja, en er komt er allemaal toerisme op af, die verlaten huizen. En daarom hebben ze ook, want er komen natuurlijk niet alleen toeristen op af, maar ook terroristen. Of een soort van terroristen. Ja, die boel hier terroriseren en die de boel dan in de fik gesteken of kapot gemaakt. Daarom is alles dichtgemaakt. Dus sinds 2017. Op veel plekken kan je er niet in. Dus sinds 2017 is alles dichtgemaakt. Ja, en ook dat je nu niet meer zomaar het dorp in kan rijden. Nee, dat merk ik niet. Dat hadden we net wel gemerkt. Want vorige week waren we hier geweest. Ja. En was toevallig en toen konden we er wel op. Ja, geen enkel probleem. En nu wel. Dat is het huis mensen en dan draaien we door en dan zien we daar de kerncentrale die je ook ver in Nederland nog kan zien. De kerncentrale van Doel, waar veel over gesproken wordt trouwens. Want de kerncentrale die schijnt niet veilig meer te zijn. Daarom is die ook verschillende keren buiten werking geweest. Maar goed, ja, hij draait dus nog steeds. Belgen hebben daardoor ook volgens mij ook stroom geleend van Nederland, dacht ik toch? Ja, niet alleen van Nederland. Ja, ook voor andere landen toch? Ja, dan moet je nagaan. Deze kerncentrale die zit 3 kilometer afstand van Nederland. Ja. Dus als dat mee gebeurt... Ja, het kan beter maar veilig wezen, want anders is straks Nederland ook al weg. Ten eerste, is heel Antwerpen al naar de kloten. Juist, Antwerpen naar de kloten. Rotterdam naar de kloten, Breda naar de kloten. Heel Zeeland en een deel van Brabant naar de kloten, een deel van Zuid-Holland naar de kloten. Ja. Nou, lekker. Misschien nog wel een stukje Delft, Den Haag. Dus ja, mensen, dat is best wel zorgwekkend. Maar goed, in België vinden ze het veilig genoeg om dat ding draaiend te houden. Ja, want ze zijn al sinds 1975 in gebruik. Die ding hier zo, dus dat is echt 5 jaar hoog. 25 jaar plus 30. Nou, dat is bijna 40. Nee, bijna 50 jaar lang in gebruik. Ja. Ja, mensen, ik zit te wachten op de bus, maar ik denk dat ik lang kan wachten tot de bus komt. Want ja, er staat dat er een buslijn is, maar volgens mij is dat al heel oud. Ik denk dat de bus hier niet meer zou komen. Ik denk het ook niet. What the fuck, mensen. Volgens mij hebben we een plekje gevonden. Let hier, joh! Oh, is zo vast! Maar volgens mij hebben we een plekje gevonden, we kunnen niet naar binnen. Hey, ik vind het wel echt heel eng, joh. Hè? Ik vind het wel echt heel eng. Ja, joh? Ik word over die beesten hier, joh. Beesten? Sst! Oh, dit wordt wel leuk. Godverdorie! Patty! Wat? Wat is dat nou? Patty! Kom, ga luiden. Oh, we zijn binnen, mensen. Ja, dit is zijn. We zijn binnen. Het zou echt niks verbazen als er hier zo'n lijk tegenkomen. Hier kan je op het bovenplafond. Oh. Zo. Het is toch gelukt, hè? Gescheurd in de muur. Scheurtje.
Oeh, shit, dat is wel in de draad. Hey. Hier zeg je ook wat, maar ga jij maar in. Nou, volgens mij is heel dit verdeeldje afgefikt. Afgefikt? Hé, hey, jullie moeten zeggen. Ik ga er nou niet echt. Wow. Oh shit, man. Oh! Oh, godver. Ja, dit is afgefikt. Is geen twijfel over mogelijk. Ik denk dat dit nog in soort staat. Dit is zonde, hè? Mensen, dit hebben gewoon mensen gedaan die hier langskomen. Steken gewoon de fik. Maar daar hebben we nog wat waar we in kunnen. Een soort van schuur, mensen. Heel prachtig. Oh, volgens mij ligt hier wel zijn zwerver. Kijk, allemaal doeken. Handdoeken. Oh. Ja, hier kan je nog verder, mensen. Hé, je wil luisteren, zeg. Wat? Ja, dat zit hier allemaal in. Kijk. Wat is dit dan? Ja, dat weet ik niet. Kom eens kijken hier. Dit is bizar wat je hier ziet, jongen. Oh, niks. Oh, die kut. Nee, het is ingezond. Ha! Ah, we lopen inmiddels weer bij een nieuw huis. Tenminste, een nieuw huis. Nee, maar een ander huis. Beetje van de schrik van bekomen? Zo, nou. Ik zei sowieso toen we hier naartoe gingen, het is niet zoals vorige week. Ten eerste werden we al door het dorp uitgestuurd omdat we er met de auto waren. Ja. Vorige week kon het wel, nu mocht het opeens niet. Ja, je liet me schrikken, gods. Dus... dit gaat misschien nog 20 keer ervoor gebeuren. En gingen we weg, stond er zo'n meisje. Zei ook boe, zo, ja. Helemaal een gat in de lucht. Ja, prachtig mensen. Dit is leuk, doel. Wel een aanrader om een keer naartoe te gaan, alleen ja, het is natuurlijk niet meer zoals vroeger. Nou mensen, ik heb even zin in een pitstop. Even tanken. Oh, verdorie, dat gaat niet meer. Vina. Dat was het tankstation. Wel bizar als je zo ziet, hè. Oh, ja. Ja, vroeger was dat... op de dag. Gast van België, hoe heet die premier of weet ik veel wat het is, ja, het dorp komt weg. Ja. Je wilt gewoon een dik huis. Het is zonde. Ja, ook even raar om te kijken. Zeker. Zo'n dik villa. Een leuk feitje over dit dorp. Het heeft meer graven, om zo maar te zeggen, dode mensen, dan inwoners zelf. Kijk, als je zo kijkt. Maar ik moet wel zeggen, die kerk die is op zich wel mooi. De kerk is het mooiste van het dorp. Ik denk het wel. Katholiek mensen, dat kan je zien aan de bouw en zo. Katholiek? Ja, dat kan goed. De katholieke kerk dit. Ja. We lopen even naar de ingang, dan gaan we het even checken. Nou, we hebben het even uitgezocht natuurlijk. En de kerk nog steeds gebruikt. Het is katholiek, hè? Ja, weet ik veel. Ja, katholiek. Zeker. Parochie stond erop, dus het is katholiek. Het zou een parochie wezen. Hier staat nog een monument. Oorlogsmonument, mensen. Oh ja. Van 1914 tot 1918. Zeg het nog eens een keer. Van 1914 tot 1918. En van 1940 tot 1945. Dus de bovenste is de Eerste Wereldoorlog. Respect voor de mensen die geknokt hebben in de oorlog. Knokken? Knokken, ja. Oh, nou, dat ligt hier ook nog wel. Dat ligt hier ook aan de grens.
van het lopen in dat dorpje, daar word je wel een beetje moe van, toch? Zo. Ja, even zin om te gaan zitten. Zeker. Ja. Oh, dat kan niet meer. Lekker in een brandnetel. Kun je niet meer gaan zitten. Dat is jammer. Ik had het wel even gewild, hoor, mensen. Nou goed. Die beveiliging in dit dorpje. Dat is extreem, extreem. Zo. Vorige week waren we hier, er was niks, geen beveiliging, alleen maar camera's. Dat hangt overal hier. Het komt een beetje van de hoofdpaden af, weet je wel. Een beetje in de achtertuinen kijken en zo, maar dat gaat nu niet. Niet zo makkelijk in ieder geval. Zo. Hier heeft ook iets in de fik gestaan. Dat vind ik echt, echt vreselijk, hoor, dat je dat dan weer doet. Wat gaat hij nou weer doen? Oeh. Oeh. Ik hoop zo dat je onderuit gaat, hè. Dat kan je wel goed zien. Er ruikt echt iets behoorlijk naar fik. Zo. Maar het ruikt zo extreem naar fik dat het lijkt alsof het... Het lijkt zo goed. Nee, nu nog aan staat. Ja. Maar, nog wat, hè. Maar. Je ziet hier zo al graffiti, hè. Ik vind het hartstikke leuk. Tuurlijk is dat ziek. Maar, ik vind... Maar ja, dat kan je toch niet tegenhouden. Dat je eigenlijk alleen maar dit soort spul moet maken. Want dit ziet echt wel gewoon mooi uit. Hey, moppie, ik vind je helemaal toppie. Ja. Maar kijk, toch? Of niet? Ja, dat is... Als ze nou een heel dorp alleen maar zo hadden gedaan. Geplast, kijk, dit zo ziet er niet uit. En dit ziet er wel... Tuurlijk, maar dit is net iets gaver. En op de achtergrond een mooi cafeetje nog, hè? Volgens mij zijn er twee cafés. Deze... Tarne. Nee, Taverne. Doel 5. En je hebt er ook nog die molen hier zo. Oh ja! Dat is ook nog een café. Daar gaan we nog even naartoe. Naar de molen. Yes. Hierachter heb je nog een haven, weet ik toevallig. Oh ja! En als het goed is, staat hij helemaal droog. Die haven? Tenminste, als het app is. Nee. Vloed. Ja, nee. Vloed is hoog. Ja, vloed is hoog. App. Ja, dat moeten wij toch wel weten als Zeeuw. Nee, goed, dan gaan we even kijken, mensen. We gaan blijf sowieso kijken. Spanning en sensatie in deze 100ste vlog. Het zijn nog heel wat anders. Hoeveel gaan er nog komen? Wat, van dit? Video's? Van? Op de PDK. Nou, als het aan jou lag, 0. Nee, als het aan mij lag, 0. Doei! Zit even op een bankje aan de haven. En dit is volgens mij het water wat hier ligt, wat daar ligt. Is volgens mij de Schelde. Dat is een verlengstuk van de Westerschelde. Je weet wel, bij Vlissingen en zo. Terneuzen. En daar komt uiteindelijk dit er naartoe. Dat is wat nauwer. En dus is alle industrie is dit. En dit is dus die haven waar Kelvin het net over had, toch? Ja. Met op die, de achtergrond, die kerncentrale. Maar die ligt dus bij... bij App... Bij App ligt die, die ligt zonder dan, water. Ja, deels zonder water. Nee, zonder toch? Deels, nog een heel klein beetje. Oké. Ik daar heb je die kerncentrale. En daar heb je die kerncentrale aan. Eigenlijk is het toch niet groot. Check die boot die daar ligt, trouwens. Welke boot? Die grijze. Oh ja, dus dat ligt daar een boot. Zal ik even op inzoomen? Containerschip. Kijk, en dan hier zo. Nou, ik vind dat helemaal niks. Nee? Ik vind de industrie vind ik echt helemaal niks. Ja, kijk, want dit hier zo, wat je nou allemaal ziet, dat eigenlijk door moet worden getrokken. Allemaal industrie. Tot aan die kerncentrale. Hé, daar heb je nog een kapelletje. Ja. Zie je dat dit dorp wel katholiek is, mensen? Inmiddels lopen we op het bizarste plekje van Doel. Dit zijn officieel vroeger achtertuinen geweest. En hier hebben heel veel mensen gelopen. Kijk. In de bossen. En ja, we weten niet wat we hier aantreffen natuurlijk. Ik heb alleen een probleempje. Ik kan Kelvin niet meer vinden. Dat is een probleempje. Hier zit hij niet.
mensen. Maar waar wel? Dat is de goede vraag natuurlijk. Ik kan hem niet meer vinden. Oh, volgens mij heb ik hem gevonden. Waar was je nou, joh? Shit. Wat? Ik ben echt? De laatste kies is niet zo lang geleden ook geweest, hè? Ja? Ik zag het daar zo. En daar verderop kan je helemaal kijken. Hij brandt ook gewoon. Gast 1. Een kaasje. Dat snapt iedereen wel. Gast, ik durf echt niet verder. Ja, ik ook niet. Ik ga kijken. Ik ga het toch doen. Gast 4. Mensen zijn nog steeds op zoek naar de achterliggende gedachte van het kaarsje. Ik snap het niet. Ik ook niet. En ik vind dit ook heel eng, dit hier. Maar zou het daar wat mee te maken hebben? Zo hier in dat hokje wat te zien zijn? Als er nog een kaarsje is, dan ren ik weg. Ja, ik hoop niet dat er nog een kaarsje is, inderdaad, Kelly. Nee, daar is niks. Dat heb ik net al gekeken. Dat meen je niet. Hé, ik ben weg. Dit is niet normaal. Hé, ik ga weg, hoor. Ik ga even kijken wat er te doen is. Dat was bizar. Dat was bizar. Niet te doen. Hè? Ik heb nooit zo snel van mijn leven die bordjes heb gewend. Oh. Wat was dat eng, mensen? Doe. De spookstad van België. Dat hebben we net ondervonden. Ja, maar we noemen maar een stad. Vroeger was het een stadje, toch? Ja. Zo dat bedoel ik. Pittie was het gesticht. Ja, daar. Gesticht. Pas op, Patrick, want je zit hier niet te kijken. Ik doe er niks van. Hier, dat was een gesticht vroeger. Ja. Sinter-Cornelis gesticht. Almohoela, ik ben ook een gesticht tegenwoordig. Maar, weet je, de laatste school hier, want we zagen er net hier zo'n bordje van school. Ja, een school, dat was open dag in 2017. Maar dat is heel apart, want de laatste school is hier in 2003 gesloten. Ja, maar het zou kunnen dat ze die school nog een keer open gedaan hebben. En misschien wel, doen ze wel een gesticht of zo. God! Oh, heel die schoenen. Oh, een nat. Ik heb natte voeten. Oké. Nou, dat was de informatie. Maar ik durf niet meer zo ver te gaan. Want straks gebeurt hetzelfde als net. Ja, oh, mijn hart. Ik dacht eerst dat er iemand van onze groep, weet je wel, was. Vincent ja. Of zo, of Myron, of Jeffrey. Nee, we wisten niet hoe we laten weggingen. Ja, ja, maar die kunnen hier naartoe zijn gegaan. Dat je in de groep gezet. Ja, ik heb dat in de WhatsApp groep gezet. Bizar, mensen, maar het was wel mooi kunstwerk hier. Veel ergers. Mooi kunstwerk, ja. Ja, dan moet je jou weer gaan filmen. Met harde tepels, kijk. Inmiddels lopen we verder en bizar. Bizar, kijk. Oh, dit ziet er ook niet meer zo zeef uit volgens mij. Zo, hier stort bij me in. Ankertje erin zal niet helpen, denk ik, als je dat erin doet. Ja, mensen, voor de mensen die niet weten, ik ben metselaar. Ik doe wel eens ankertjes erin voor om scheuren tegen te gaan. Oh, hier kan je binnen. Ja, één. Rotgouwen, ga je ze meer binnen.
door het ding is ingestort. Ik zie je ook toevallig nog ergens in woonkamer of zo. Oh, de trap! Ik denk dat dit van een bewoner is. Denk je ook niet? Ik denk het ook. Later, als ik vele herinneringen van mijn verdriet heb ingenomen, zal ik misschien kunnen verwoorden wat ik nou enkel met tranen kan vertellen. Aha. Wat een tekst, mensen. Als je die op je door laat ringen, dat is niet normaal. Je hoorde niet wat ik zei, hè? Wat dan? Het zal wel, ik word in Goes. Nee, maar ik snap het wel. Ja, wat en wat ik weet niet wat dit hier zo is. Nee, dat weet ik ook niet. Dan moeten we ook eens even kijken, want ik zie hier een soort van, soort van boot staan. Hier. Doe bewust. Oh, hier kennen we. Ja, dat zijn de kernreactoren en zo. Film dit dan, dat vinden de mensen ook leuk. Oh ja, dat vinden de mensen leuk om te zien pas van mijn kop. Nou mensen, dit is het. Tekeningje bij. Waarom staat hier nou? Kijk, dit hier is, dan moet je wel het goede filmen, hè Pet? Ja. Dit is volgens mij de, ja, het concept. En dan hebben ze hier zo mensen opgeschilderd. Nou, lekker. Hey, kom je mee? We gaan even stappen. Gaan we even naar de kerncentrale. Lekker rampzalig dagje stappen. Dat kan toch niet? Ten eerste, ze wou heel dat doel weghalen en dan gaan ze dit doen. Dat doen wij nu ook, hè? Wat? Dan lopen we ook naar zo'n kerncentrale. Ja, tuurlijk, maar dat komt nou omdat dit toeristisch is. Ja. Maar dit was gewoon vroeger, hoe ja, ze dit was. Hoe ze het gedacht hadden. Ook heel apart, vind ik. Hier. Een keer een shot van de kerncentrale met daar voor een boom. Dat huis dan met die hekjes, mensen, dat is het huis waar we net achter zijn geweest, wat bijna instortte. Nou, de voorkant ziet er ook niet echt beter uit, want ik zal het je zo laten zien. Ja, volgens mij is het fijn. Daarnaast gewoon bewoond. Daarnaast is het bewoond, ja, inderdaad. Kijk, die gevel staat flink bol. Nou mensen, dat was de video. Ik hoop dat je het spannend vond, leuk vond, gezellig vond, grappig vond. Toch? Ja, loop jij er ook? Vooral het begin. Kel is vliegende school. Het was een leuk dagje. Het is niet meer zo makkelijk om in doel echt te gaan vloggen en zo. Dat is niet zo makkelijk. Tenminste, niet altijd. Tenminste, het is wel makkelijk om te vloggen, maar je kan. Je kan niet zoveel meer. Nee, je kan niet zoveel meer. Nee, niet zoveel meer als vroeger. Nou goed, dit was de 100ste vlog. Blijf kijken naar dit kanaal als je meer wilt zien. Ja, willen jullie nou meer verlaten shit zien? Laat het ook even weten, want er zijn ook een paar locaties nog in België. Bijvoorbeeld in Charleroi heb je wat, bij Waalwijk heb je wat. Ja, je hebt overal best nogal wat veel. Ja, we kunnen hier misschien nog eens een keer met meer mensen naar terug gaan, want er waren meer mensen die wel geïnteresseerd waren om mee te gaan. Frankrijk heb je ook een mooi dorpje. Tenminste, een mooi dorpje. Dat mag geformuleerd, maar dat is zo gebleven. Ook heel vet. Ja, kunnen we misschien wel eens gaan kijken, want de PTK is meer als alleen maar kermis en attracties en dat soort shit. In Venetië heb je ook wat. Nee. Ja, nee, maar het is ja, maar niet, we moeten niet geld verdrijven natuurlijk. Nee. Maar goed, dit kunnen we misschien nog wel eens vaker doen. Misschien, misschien mensen dus zoveel mogelijk, zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Ja, maar dan moet je er wel op kunnen zonder problemen natuurlijk. Ja, dat wel. Maar in Waalwijk heb je een pretpark, tenminste. Paleis van Loo, of nog wat ja, was dat? Ja, zoiets ongeveer. Wat gewoon verlaten is. Ja. Maar dan merk je er ook niet meer echt veel van dat het een pretparkje is geweest. Nou ja, goed. In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken en abonneer als je nog niet gedaan hebt. En tot de volgende video. Misschien ook met jou erbij. Ja, dat denk ik niet. Je weet het nooit. Nee, met mij weet je het nooit. Doei. Doelse. Doelse.